In de Republiek haalde men zijn nieuws uit kranten en periodieken. Dat was natuurlijk gewoon handel. Een van de toonaangevende tijdschriften was de Europese Mercurius. Dat tijdschrift probeerde het nieuws aantrekkelijk te brengen met titelprinten. Joop Koopmans deed onderzoek. Joop, welkom. Dankjewel. In onze tijd wordt er steen en been geklaagd over het gebrek aan objectiviteit in de pers. Hoe was dat in die tijd? Nou, wat betreft het heden, zelf vind ik dat het eigenlijk wel meevalt met dat gebrek aan objectiviteit. Natuurlijk staan er fouten in kranten, maar dat is niet met voorbedachte raden. Dat komt meestal omdat men te gehaast is of men dan gewoon niet precies weet hoe het zit. En dan wordt het later gerectificeerd. En als je kijkt naar de kranten van nu, dan probeert men toch wel feit en mening van elkaar te scheiden. Nou, als we dan teruggaan naar het verleden, die kranten van toen, daar stonden zelfs helemaal geen meningen in. Dus dat is het grote verschil. En de feiten die er toen in stonden, die waren allemaal voor het vaderland, voor het eigen land. Want je durft niet tegen je eigen land te schrijven, want dan kreeg je meteen te maken met censuur. Dus eigenlijk was het toen veel gekleurder dan nu. Veel minder kritisch, want dat kon gewoon niet. Dus kranten schreven puur wat kon, wat mocht. En hoe moeten we de Europese Mercurius plaatsen in het persscala van toen? Nou, wat betreft de inhoud was het in feite hetzelfde als die kranten. Ook de Europese Mercurius publiceerde alleen nieuws wat toegestaan was. Maar je ziet dat er een verschil is met de kranten. De kranten die brachten een paar keer per week nieuws. En dan wist je niet precies hoe zaken afgelopen waren. Terwijl de Europese Mercurius die verscheen twee keer per jaar. En daarin werd het nieuws samengevat en werd er ook een lopend verhaal gemaakt. Dus dan wist je ook hoe bepaalde zaken waren afgelopen. Dus dat is het grote verschil met de kranten. Verder kon je in de Europese Mercurius illustraties opnemen. Dat was in de kranten nog niet mogelijk. Dus in die Europese Mercurius zaten mooie prenten. Dus dat is ook een groot verschil. Meningen vond je in die tijd in pamfletten. Dus de meningen werden in anonieme pamfletten gepubliceerd. En die waren anoniem omdat men zo de censuur probeerde te omzeilen. Want dan kon je niet gepakt worden. Maar om terug te keren naar de Europese Mercurius. Dat was echt een genre dat zich bevond tussen de krant en de geschiedschrijving. In feite was het al een voorloper van de latere geschiedenisboeken. Je kon daar al het verhaal een beetje zien groeien van wat er gebeurd was. Een beetje een tussenvorm eigenlijk dus tussen de opinieweekbladen en de geschiedenisboeken zou je ja, kunnen precies. Noemen. Even toch naar die censuur. Was er nog werkelijk censuur? Was dat georganiseerd? Of was dat meer zo dat de machthebbers beknotten wat ze niet zinden? Nou, in feite had je verschillende vormen van censuur. In Nederland was het zo dat we meestal alleen censuur achteraf hadden. En daardoor kreeg je zelfcensuur. Dus die krantenmakers, die makers van media, die wisten precies wat wel en niet door de beugel kon. En ze waren ook soms heel voorzichtig met het buitenland, want anders stonden de buitenlandse ambassadeurs op de stoep om te klagen over die Nederlandse kranten. Ja, en in de 18e eeuw zie je ook dat er inderdaad, bijvoorbeeld Jacob Cambo-Weyerman, dat was zo'n voorbeeld van iemand die in feite... Ja. ook weggecensureerd is uiteindelijk. Ja, nou ja, die ging op een gegeven moment de boel chanteren. Dus dan ging hij zeggen van, ik ga dat en dat over jou bekendmaken als jij mij niet geld geeft. Dus dat was pure chantage. En hij is uiteindelijk er ook op gepakt. Uiteindelijk in de gevangenpoort in Den Haag geëindigd. Ja, ja. En even terug naar de titelprenten. Wat was de functie van die titelprenten dan precies, Joop? Die titelprenten, dat waren in feite de blikvangers zoals we nu omslagen hebben van boeken. Je kocht boeken vroeger ongebonden en dan ging je zelf naar een binder en dan zei je gewoon ik wil dat type band eromheen. En daardoor krijg je ook dat boeken in die tijd allemaal soms in een bibliotheek dezelfde banden hadden. Die waren allemaal gelijk. Dus die hadden geen omslagillustraties en dan had je dus in die boeken wel... die titelprenten en die fungeerden als smaakmakers voor de inhoud van zo'n publicatie, zo'n boek. Nou, en in dit geval, die titelprenten van de Europese Mercurius, daarin zie je dus allemaal nieuwsonderwerpen in die betrekking hebben op het nieuws dat beschreven staat in die betreffende band. En dat je ziet daar allerlei klassieke mythische figuren zie je daarin terugkomen. Klopt. Wat was de functie daarvan? Nou, dat was al een hele lange traditie in de kunsten. Je ziet dat zowel in de beeldende kunst,
de schilderkunst, de grafische kunst, dat men die klassieke mythologie gebruikte om zaken uit te leggen. Het was gewoon ook gemakkelijk, want je kon natuurlijk niet overal even heen om foto's te maken. Dus als ergens een slagveld was, dan wist je niet precies hoe dat slagveld eruit zag. Nou, dan kon je dus oorlog verbeelden via de oorlogsgod Mars. Nou, was het bijna vrede, dan ging je Pax in zo'n plaatje zetten. Nou, Mercurius, de bode van de goden, dus dat was al heel vanzelfsprekend dat hij op nieuwsprenten stond. En prinses Europa, die zie je op veel van die prenten, want die maakte duidelijk dat het ging over nieuws uit Europa. Nou, op deze prent, dit is een voorbeeld uit 1745 in de Europese Mercurius, dan zie je daar in het midden ook een vertwijfelde Mercurius, die houdt de pragmatieke sanctie vast. Het was de Oostenrijkse successieoorlog. Die was uitgebroken omdat Pruisen die pragmatieke sanctie geschonden had. Dus je ziet ook dat er allemaal oorlogsgeweld is, vlammen en rookwolken. Maar die goden, die maken dus duidelijk van wat de toestand van dat moment is. Nou, je ziet hier verder op zo'n prent ook nog een zuil. Er was een overleden keizer. Een klein prentje gaat over de runderpest in de Republiek in die tijd. Dus hier zitten allemaal nieuwsonderwerpen verstopt. En die klassieke goden, die waren handig om dat verder uit te leggen. En die waren ook neutraal. Je kon die klassieke mythologie gemakkelijker gebruiken. Bijvoorbeeld veel gemakkelijker dan Bijbelse figuren. Want in een verdeelde wereld tussen katholieken en protestanten. Nou, protestanten wilden al helemaal geen heiligen plaatjes hebben. Nou, dan was het veel handiger om een prinses Europa te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld Maria als moeder van Jezus. Want dat werd meteen als katholiek gezien. En de mensen in die tijd die kenden ook die symbolen, die klassieke symbolen. Die wisten, ja, als je zo'n zuil ziet of als je Pax ziet, dan weet je wat de achtergrond is. Precies, dat had men geleerd op school. De kunstenaars die wisten de betekenis van die figuren. Dus dat was echt iets wat men kende. En dat betekent natuurlijk ook wel meteen dat dit eigenlijk wel voor een geschoold publiek was. Mensen moesten natuurlijk sowieso al kunnen lezen. Maar dit was toch echt ook wel een publiek dat dit kon kopen. Dus toch het wat meer geschoolde, wat rijkere publiek dat dit soort naslagwerken bewaarde. En was het dan ook een soort status symbool als je dat op je tafel had liggen, op je leestafel? Of? Ja, ik denk het wel. Zeker, het kwam in de boekenkasten terecht. Hè. Kranten komen bij het oud papier. Maar dit was echt iets voor de boekenkast. En je ziet het ook later terug bij boekenveilingen. Dat hele series van de Europese Mercurius of vergelijkbare titels worden dan nog weer aangeboden. En dat is tot heden ten dagen. Zo heb ik dus zelf ook een aantal van dit soort boeken kunnen kopen. Maar uiteindelijk is de Europese Mercurius is ten onder gegaan, zo rond 1750. Waar lag dat aan? Ja, nou, dat kan ik niet precies uitleggen, want ik heb niet ergens iets gevonden van een aankondiging van we stoppen ermee. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat het komt door een samenspel van factoren. Op een gegeven moment komt er meer concurrentie. Je hebt ook de Nederlandse jaarboeken, de nieuwe Nederlandse jaarboeken. Er komt een nieuwe maandelijkse Mercurius. En je ziet ook dat vanaf 1749 de uitgave van Amsterdam naar Den Haag verhuist. En in die laatste jaren, dan gaat het na een paar jaar, alweer naar een andere uitgever. Dus ik denk dat het niet zo goed meer liep. Dus dat de reden is geweest dat het uiteindelijk toch gestopt is. Ja, ik las dat ook, dat ze naar Den Haag waren gegaan. Ik dacht, wilden ze dan misschien dichter bij het stadhouderlijk hof staan om wat meer cachet te krijgen of zo? Of heeft dat geen rol gespeeld? Ik denk het niet, want ja, eigenlijk was Amsterdam veel meer het centrum van de uitgaves van de drukkers. Ja. Dan Den Haag. Daarom vraag je je af, van waarom zijn ze verhuisd naar Amsterdam dan? Nou, waarschijnlijk omdat die uitgever er nog wel brood in zag en het de onderneming heeft overgenomen. Ja. Maar het kan ook te maken hebben met de redacteuren. Heel lang stonden er altijd initialen van redacteuren op het titelblad. En in die laatste Haagse jaren staan die initialen ook niet meer op het titelblad. Dus ik weet ook niet meer, ik heb geen flauw idee van wie toen nog die laatste jaargangen gevuld heeft. Nee. Ik zag ook dat inderdaad waar in het begin het hele grote begaafde kunstenaars waren, dat in latere jaren ook de kwaliteit van die prenten wat minder wordt. Ja. In 1750 is men al met die prenten gestopt. En je ziet dat ook de concurrenten trouwens dan niet zoveel meer van die prenten hebben. Dus eigenlijk raakt dat ook uit de mode.
Maar ja, het begint toch met mensen als Jan Luiken en Jan Goeree. Jan Caspar Philips, dat was ook nog wel een grote naam. Maar de laatste prent, dat is van een toch onbekende kunstenaar. En is bijna een kinderlijk plaatje. Dus dat had niet meer die kwaliteit die de prenten in het begin hadden. Het is dus in feite als een soort nachtkaars uitgegaan. Eigenlijk wel. Zowel die prenten als de Europese Mercurius zelf. Je hebt het weer mooi voor het voetlicht gebracht. Dankjewel, Job. Graag gedaan.